masker? Ja, ik hoop dat het onderwerp. Nee, maar wat moet ik zit even met de maskertjes. Nee, maar we kunnen gewoon het, als je met maskers wil beginnen, beginnen met de masker. Ik ben niet met maskers. Oké. Okay. Vandaag is het 8 oktober. De spoedwet wordt behandeld in de Tweede Kamer. Bob, je bent jurist. Wat vind jij van die wet? Als je het zeg maar in 3 zinnen zou kunnen uitleggen. Nou, op zichzelf is die wet dat je een wet wil maken om je beleid slagvaardiger te maken. Dat is op zichzelf begrijpelijk. Hè? Dus nu wordt dat beleid heel lokaal gemaakt. Maar dat kan in Maastricht wel anders zijn dan in Vlissingen bijvoorbeeld. En als je als overheid ook een beleid op die coronacrisis wil ontwikkelen. Dan is het wel handig dat je daar ook wetgevende macht voor hebt om dat te handhaven en tot uitdrukking te brengen. Dus op zichzelf begrijp ik wel en is het ook eigenlijk nodig, want je kunt niet zo zwaar ingrijpen in de privésfeer van mensen zonder dat daar een wettelijke basis voor is. Dus dat op zichzelf, in de basis is dat begrijpelijk. Nou, want je ziet dat er ook kritiek is op een aantal elementen in die wet, hè? Dus gewoon inbreuk in de persoonlijke levenssfeer, mondkapjes, thuisbezoek om dat te controleren stond er in het begin in, artikelen van de grondwet die worden geschaad. Allemaal met het oog op gezondheid. Marco, wat vind jij ervan dat gewoon allerlei dwangmiddelen worden gebruikt om de gezondheid te verbeteren? Alex. Zullen we het anders aanpakken, laat ik het zo zeggen? Mondkapje, kun je daar iets meer over zeggen? Mondkapje, laat ik toch ingaan op wat jij eerder zei. Dwangmiddelen om de gezondheid te verbeteren. Ik zie het mondkapje niet direct als iets dat de gezondheid verbetert. Ik denk dat ik me aansluit bij wat Jaap van Dissel daarvan vindt. Goedenavond. Ik zal kort de resultaten van het OMT-overleg van gisteren toelichten. Aan het OMT was gevraagd om een aantal dingen te doen. Een belangrijke vraag was of er reden was op medische gronden om over te gaan tot een plicht tot het dragen van niet-medische mondkapjes. Dat is een van de punten die het OMT heeft besproken. Het tweede punt was de huidige epidemiologische situatie. En over beide punten wilde ik u kort een toelichting geven. Allereerst is uitvoerig gekeken naar de wetenschappelijke bewijsvoering om niet-medische mondkapjes eventueel verplicht te stellen in de publieke ruimte. Daar hebben we eerder als OMT over nagedacht, zelfs 3 keer. Er is wat nieuwe wetenschappelijke gegevens zijn beschikbaar gekomen, die zijn gewogen. Er zijn ook wat wetenschappelijke rapporten verschenen van moederverenigingen van het RIVM. Bijvoorbeeld vanuit Finland en vanuit Noorwegen en die zijn meegenomen. En de conclusie van het OMT is dat er momenteel op grond van wetenschappelijke kennis geen reden is tot een dwingende plicht tot het dragen van niet-medische mondkapjes. Laat ik daar heel kort over zijn. Er heerst helaas in het land toch wat paniek en onrust. En door die paniek, onrust, gaan we naar middelen grijpen die een schijnveiligheid geven. En een mondkapje is een van die middelen die je zou kunnen duiden als schijnveiligheid. Op de vraag, doet het iets? Draagt het iets bij? Ja, natuurlijk zal het wel iets bijdragen. Maar is het middel erger dan de kwaal? Ik denk het wel. Ik denk dat je met een mondkapje niet bereikt wat je zou moeten bereiken. En dat wat ik voorsta, namelijk het optimaliseren van persoonlijke gezondheid, dat een veel, veel grotere bijdrage levert aan de corona. Wat ik nou zo bijzonder vind aan dit verhaal, Bob, er wordt gezegd van eigenlijk werkt het niet, het mondkapje. En mondkapjes die wel werken, die mag je niet gebruiken. Mocht je niet gebruiken. dat is toch heel raar. Dat je gaat zeggen van, je moet iets gaan doen wat eigenlijk geen nut heeft. Ja. Is dat, en onder dwang notabene. Dat is toch raar in een rechtsstaat? Kortom, wetenschappelijk bewijs ontbreekt daar domweg voor. Het instituut uit Noorwegen gaat nog wat verder. Die heeft ook berekeningen gemaakt van wat nou het eventuele effect zou zijn. En om u dat toch te illustreren.
Het instituut toont dat ongeveer 200.000 personen tenminste een week een mondkapje moeten dragen om misschien, en zeg ik nog misschien erbij, één geval van besmetting te voorkomen, van overdracht te voorkomen. He, dus een buitengewoon klein effect weten we momenteel. De niet-medische mondkapjes wisselen ook heel erg in kwaliteit natuurlijk. Dus op grond van beoordeling van de medische literatuur hebben we gezegd, wetenschappelijk bewijs ontbreekt momenteel om het kabinet te adviseren het stoffen niet-medische mondkapje verplicht te stellen. Ja, nou ja, dan kun je best wel in de rechtsstaat, kun je ook wel absurd zware maatregelen nemen die heel zwaar ingrijpen. Hè? Dus nood breekt wet, om het zo maar even te zeggen. Maar het is inderdaad raar. In het begin kreeg je te horen dat je, was er geen maskerverplichting. En toen kreeg je te horen dat als je met een masker, zo'n chirurgisch masker, rondliep, dan een beetje beboet. Want dat mocht je niet, want dat werkte namelijk. Dat mocht je niet opzetten. En nu lijkt het er inderdaad op, Jaap van Dissel heeft dat ook toegegeven, zegt ja, die dingen werken dus niet. Dan is de vraag, waarom worden we verplicht om die dingen dan toch op te zetten? Nou, misschien wel, dat zou een verklaring kunnen zijn, dat het toch een signaalfunctie heeft, hè, om die anderhalve meter te handhaven ten opzichte van elkaar. Werkt natuurlijk wel, dat als mensen, een maand geleden was ik in Mechelen, in België, en daar liep in die binnenstad iedereen met zijn masker rond, maar daardoor hield je automatisch wat meer afstand van mensen. Maar wil je in zo'n maatschappij leven? Nou, nee, ik vond het ontzettend onaangenaam. Het leek wel alsof je op een planeet rondliep. En je werd ook aangesproken als je dat masker een beetje had hangen hier onder je kin, omdat je toch een beetje frisse lucht naar binnen wil happen, dan werd je daarop aangesproken. Het gaat om communicatie, om vertrouwen. Want klopt inderdaad, ja, van deze leven zegt van nou, die dingen werken dus niet. Dat filmpje stond ook op de website van het RIVM. Dat Jaap van Dissel zegt dat die mondmaskers dus niet werken. Maar dan wordt dat weer weggehaald. Nu staat dat niet meer op die site. Dus op een of andere manier ontstaat er iets van coördinatie waarbij een wetenschappelijke opvatting, want daar stoelt in ieder geval Rutte ook zijn beleid terecht op, lijkt mij, dat je daar in ieder geval te raden gaat. Daar ben ik het met je eens. En dan wil ik, daarom zeg ik het ook, probeer ik het voorzichtig te zeggen. Want daar valt ook een hele hoop over te melden. Maar dat je dan zo'n wetenschappelijke opvatting wegpoetst. Omdat die tot verwarring leidt. Terwijl ik denk van, nou ja, als je toch niet weet wat je moet doen. Ik weet niet waar dit naar toe gaat. Ja, Participatie TV. Dus ik ben via dit medium te bereiken. Dr. George @medischebijsluiter.nl